Helemaal vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie en dit keer is de welbelovende London shoplog. Het is niet mega veel en er zit één dingetje in de was, maar ik wou het toch met jullie delen en ik heb het beloofd om te doen, dus hier is die. Ik heb super veel zin om dit allemaal te laten zien, want het zijn super leuke dingen en gewoon heel erg leuk. En ik heb mijn make-up even gedaan, in mijn vorige video had ik dat niet, maar nu wel, dus ja, en let niet op mijn ontplofte haartjes. Ik begin wel met de kledingstukken, dan ga ik over naar de schoenen en dan over naar accessoires en beauty. Kledingstukken. Ik heb 3 kledingstukken van de Mango en eentje van de New Look. En 1 ding van de New Look zit in de was. Dus, sorry, maar het is een rode high-waist soort van joggingbroek, nette joggingbroek zeg maar. Gaan jullie ooit nog wel een keer zien. Maar laten we gewoon beginnen. Dit is eerst van de Mango. En dat is dit blouseje. Gewoon heel simpel. Gewoon een wit blouseje met streepjes. En hij is gewoon wat oversizeder. En het is gewoon echt een heel leuk blouseje. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Deze was volgens mij iets van... Ja, hoe duur was deze eigenlijk? Volgens mij was deze iets van 18 pond en was in de sale. Dus super leuk. Toen ook nog iets heel simpels. Is dit zwarte shirtje. Gewoon echt ook wel weer zo'n oversized model. En dan zonder mouwen. Met een zakje. Maar deze was 8 pond. En ik vind eigenlijk, dit komt altijd wel van pas. Gewoon zo'n basic dingetje. Kan je opknopen. Kan je een beetje baggy dragen. Dus het komt altijd wel van pas. En altijd een leuk om te hebben. En zwart is altijd goed. Dus ja, deze. En toen heb ik ook nog een broek gekocht. En ik ben echt nu al verliefd op deze broek. Ik heb hem al heel vaak aangehad. Als je me op Snapchat volgt, dan weet je gewoon al welke broek het is. Want het is deze pantalon. Ik ben hier zo ontzettend blij mee. Het is gewoon een grijze met omgeslagen pijpjes. En deze zit bij mij ook high waist. En ik ben hier zo blij mee. Echt niet normaal. Het is een heel fijn stofje. En het heeft gewoon knoop en rits en zakken en allemaal dat soort dingen. Dus deze pantalon. En ik ben verliefd hierop. Je kan bijna alles erbij aan. Echt niet normaal. Hier ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Deze was 25 pond. Oké, dan was dat met die broek van de nieuwe look die ik nu even niet heb. Was dat de kleding alweer. Nee, ik heb niet heel veel kleding gekocht. Ik kon ook niet heel erg veel leuks vinden. Ik had nog een broek bij de H&M gekocht. Maar die paste ik niet. Maar ik had in de winkel niet gepast. Want we waren een beetje moe. Ik had allemaal geschimmer in. Ik dacht, nou, weet je, die pas ik wel. Pas ik dus niet. En toen wou ik hem hier in Nederland terughuilen, maar dat lukte ook niet. Dus dat is een beetje balen. Want hij was wel 50 euro. Maar ja, doe je niks aan. Kunnen we niks meer aan veranderen. Dus pech. In ieder geval, we gaan nu over naar de schoenen. En ik heb 3 paar schoenen gekocht in Londen. En ik ben gewoon heel erg blij mee. I love it. 2 paar schoenen van de Mango. Ik ben even bij de Mango losgegaan. En een paar schoenen van de Zara. Dus ja. Eerste schoenen heb je kunnen zien als je me op Insta volgt. Op een outfitfoto die Benice van mij heeft gemaakt. En dat zijn deze killers. Het zijn echt huge ass schoenen. Gewoon niet normaal. Je moet ervan houden. I love it. Het heeft dus een ziek groot plateau. Echt niet normaal. Een klittenbandje. En ze zijn bordeaux rood. En dat vind ik heel erg leuk. Ze hadden ook zwarte. Die waren 80 pond. Dat ik echt dacht. Maar de rode, die waren nu in de... En ik vond die al heel tof. En de rode waren in de sale voor 30 pond. Dus, en alleen nog mijn maat. En ik vond ze al zo gaaf. En ik dacht, weet je, die moeten gewoon met me mee. Ik vind de kleur ook wel heel erg mooi. En je zou denken, ja, waar doe je dat bij aan? Maar uiteindelijk past het bij heel veel dingen. Ze zijn super zwaar. Ze lopen voor geen meter, maar dat maakt het nog niet uit. Ik ben hier zelfs op door mijn enkel gegaan met die foto van Benice. Heb ik een week lang van mijn voet last gehad gewoon. Niet normaal, als het niet langer is. Maar ja, maakt het niet uit. Ik heb alles over voor leuke foto's. Dus dat zijn deze schoenen. En ik ben hier wel gewoon heel erg blij mee. En ja, deze waren gewoon 30 pond bij de Mango. Misschien hebben ze nog wel sale bij de Mango hier in Nederland. En hebben ze daar ook wel, maar dat weet ik niet. Ik vind ze in ieder geval super tof. En ik weet dat heel veel mensen deze niet gaan hebben. Dan nog een paar schoenen waar ik echt heel erg blij mee ben. En dat zijn deze soort van sandaaltjes. Ik zal er even eentje laten zien. Het is net wat makkelijker. Het zijn open schoenen, sandaaltjes. Met een super grote blokhak van hout. Echt super nice. En het heeft dan een bandje die je zo achter je voet langs gaat. En het heeft een soort van gaatje. En hier dan en een vierkante neus. Vind ik ook heel tof. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. Deze waren ook 30 pond.
En ik dacht eerst toen ik al in de mango was, dacht ik eerst van, nou, ik weet niet of ik deze wil halen. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, weet je, ik haal ze gewoon. Ik vind ze eigenlijk heel erg tof. En ze passen eigenlijk bij heel veel. Je kan ze met een jeans aan, met een culot, met een wijdebroek, met een pantalon. Het past overal wel bij. Je kan het wat stoerder, wat casual, maar ook weer heel netjes dragen. Dus ben je heel erg blij mee. Dus ze lopen trouwens ook echt verrassend lekker. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan het laatste paar schoenen van de Zara. En dat zijn deze sneakers. Deze heb ik al zoveel aangehad. Want deze dingen lopen zo lekker. Niet normaal. En deze waren maar 18 pond in de sale. En ik zag ze liggen en ik dacht, ik wil eigenlijk nog wel sneakers hebben, weet je wel. En dat wil ik nog gewoon. En toen zag ik deze en toen dacht ik echt, wow, deze is super nice. Gewoon heel simpel met grijs soort nepswedden. Van dat witte leer en ook een beetje camel beige leer. En zwart. En dit past echt overal bij. Ik heb ze al zoveel gedragen. Ze lopen zo lekker. Echt niet normaal. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En 18 pond, jongens. Kom op. Iedereen neemt ze dan mee. Echt niet normaal. Superleuke schoenen. Oké, dan waren dat de schoenen. En dan gaan we nu over naar de accessoires. En daarna gaan we naar de beauty. Het zijn maar 3 accessoires. Maar dat maakt niet uit. En hetgeen, de accessoire waar ik het meest blij mee ben. En die, als je me op Snapchat volgt, al echt elke dag ziet. Is deze zonnebril. Oh my god, ik wou al heel lang zo'n super grote high class zonnebril, weet je wel. En toen zag ik deze en toen dacht ik echt, ja, wat voor mij. Deze heb ik bij een nieuwe look gekocht. En het is zo'n bruin montuur, zeg maar. En het is gewoon echt heel erg mooi. En oh, kijk dan. I love it. Ik ben hier zo blij mee. Echt niet normaal. Echt te leuk gewoon. Dus deze en deze was echt maar 6 pond of zo. Echt te leuk. Love it. Toen heb ik bij de Zara nog een set van chokers gekocht. En hier ben ik ook heel erg blij mee. Het zijn niet chokers die je dagelijks omdoet. Nou, eentje dan, de andere kan wel. Want degene die je echt niet dagelijks omdoet is deze. En hij heeft allemaal gouden sterren. En ik vind het zo nice. Echt zo gaaf. Ik laat het niet te goed zien, maar... Ja, ik vind dit heel tof. Echt heel blij mee. En deze zat samen in... was een set samen met... Gewoon zo'n zwarte velvet choker. Met een klein sterretje eraan. Het is gewoon een soort van zelfde gouden sterretje als wat hier aan zit. Maar dan nog met een diamantje in het midden. Dus heel leuk. Dit vind ik ook gewoon echt super cute en basic. En deze kan je dus wel echt heel vaak om dagelijks. Deze heb ik 1 keer omgehad of zo tot nu toe. Dus dat... Ja, maar ik heb zoveel chokers, ik kan ze allemaal niet tegelijk om, joh. Dus dit was een set van 2 chokers, die was niet in de sale en deze waren 13 pond samen, of 12 pond of zo. Dus ik denk 15 euro ongeveer in Nederland, maar echt top, I love it. Echt heel erg blij mee en ik heb echt een choker obsessie. Als je me op Insta volgt, heb ik een foto geplaatst met echt mijn choker obsessie, niet normaal. Dus ja. En dan gaan we over naar mijn beauty en ik ben hier zo blij mee. Het zijn allemaal dingen die ik echt zo graag wou. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Bij de boots heb ik 4 dingen gehaald. En bij de op de boot naar huis weer terug nog 1 ding. En daar ga ik mee beginnen. En dat is deze mascara van Benefit. Het is de Roller Lash Mascara. En ik ben hier heel erg blij mee. Hij is super fijn. Altijd als ik mijn wimpers krulde, dat doe ik altijd. Want mijn wimpers zijn gewoon recht als een motherfucker. Gewoon niet normaal. Dus ik krul ze altijd. En op een gegeven moment gingen ze gewoon weer hangen. Maar met deze mascara krul ik ze. Dan eerst mijn wimpers met de wimper krul. Dan doe ik deze mascara eroverheen. En eigenlijk blijft het dan redelijk gekruld voor de rest van de dag. Dus top. Mijn leven is compleet. Dus ja, deze mascara vind ik heel erg fijn. Hij kan soms een beetje klonteren. Maar als je gewoon even goed borstelt. Dan valt het dan mee. Dus ik ben hier wel heel erg blij mee. En deze was 16 pond. Als ik het goed heb. 16 of 18 pond volgens mij. Dan heb ik nog 3 dingetjes van NYX. En ik zou even beginnen met. Dit is de eyebrow gel van NYX. En dit is de kleur 04 Espresso. Espresso, sorry. En dit had ik een keer gezien bij Jessie Maya hier op YouTube. Zeker even kijken, superleuk. Maar hier had ik dat dus bij gezien, dat hij daarmee zijn wenkbrauwen invulde. Dus ik dacht, girl, je hebt het van mij. En dus die wou ik ook heel erg graag proberen. En deze waren volgens mij
£5 of zo. Ik weet dat ze in het, ja, zoiets. Voor mij iets van £5 of zo. Nou, hartstikke leuk. En ik vind het super fijn werken. Ik heb ze vandaag ook voor mijn wenkbrauwen. Alleen de onderlijn doe ik dan en de rest vul ik een beetje in mijn poeder. Maar je kan ze hier super strak mee tekenen. Niet normaal. Echt van, hoe strak kan een wenkbrauw zijn? Echt zo strak gewoon. Dus hier ben ik gewoon heel erg blij mee. En het is waterproof, dus dat is al helemaal top. Dus ja, deze. En toen, die wou ik al zo lang proberen, echt niet normaal. Dat zijn de soft matte lip creams van NYX. En ik wou ze altijd al proberen en ik vind ze super fijn. De eerste kleur die ik meenam was deze kleur. Super mooi. En dit is de kleur 14 Zurich. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar dat is dat land, Zurich of zo. Plaats, stad, weet ik het veel. Maar dit is een hele mooie kleur. Deze had ik op in mijn vorige video. En hij is rozer dan dat hij hier in de verpakking lijkt. Hij lijkt al wel een beetje roze, nude. Maar hij is net wat rozer in het echt. Maar ik vind het niet erg. Ik vind het een super mooie kleur. I love it. En ze voelen gewoon mat aan op de lippen. Het zijn geen liquid lipsticks, dat niet. Want op een gegeven moment slijt ze wel. Maar ze zitten gewoon super comfortabel, super lekker. I love it. En toen heb ik later ook nog de kleur 04 London meegenomen. Dat is deze. Ik weet niet, ik vond het wel toepasselijk. Ik was in Londen, dus ik dacht, weet je, ik neem deze kleur ook gewoon mee. En ik vond het gewoon een hele mooie kleur. Het is echt een mooie soort van coole nude kleur. I love it. Ik vind het super mooi. Dus ja, hier ben ik ook gewoon heel erg blij mee. Dus dat waren maar 3 dingetjes van NYX. En ik weet dat deze in Nederland €7,50 zijn. En ze waren volgens mij hetzelfde soort pond als deze. Dus ik denk dat deze ook ongeveer €7,50 is. Dus deze. En dan het laatste van deze shoplog, maar wel het beste van de shoplog. Dat is, ik ben hem even aan het schoonmaken hoor. Dat is het highlight palet van Sleek. Echt, oh my god, I fucking can't. Jullie zien mij daar zo, hi. Maar, oeh, ik zag hem in Omme. Dat is een plaatsje hier dichtbij. Verkopen ze Sleek. En toen was dit palet was daar dus ook te koop. Maar die was uitverkocht. Echt, shit happens. En ze kregen ze niet meer. Ze kregen ze echt andere keer terug of zo. Dus ik dacht, oh ja, boeien. Maar toen was ik dus in Londen. En toen stond er dus serieus nog maar eentje in de boots. Was de boots op Piccadilly Circus, zeg maar. Stond er nog eentje. Echt, ik dacht, jij hebt het van mij, jij hebt het van mij, jij hebt het van mij. Ik ga je kopen, maakt me echt niet meer uit. Je bent het van mij. Dus ik heb hem gekocht. Ik ben super blij. Ik heb hem vandaag ook gebruikt. Ja, jongens. Mhm. Look at that glow. Maar ja, ik ben er gewoon heel erg blij mee. Het zijn 4 kleuren. 1. Nou, daar ging ik te wasje. Maar het zijn hele mooie kleuren. Een soort van paarse koele kleur. Een beetje oranje koperkleur. En een soort van gelige kleur. En dit is een cream highlighter. Die gebruik ik zelf niet. Ik gebruik het zelfs het meest. De oranje koperkleur. Die gebruik ik het meest. Oef, ik zal even het kastje pakken. Maar deze gebruik ik gewoon het meest. En die heb ik vandaag ook gebruikt. En ik heb een tip gekregen van Britten, die volgt me op Snapchat, hartstikke leuk. Daar heb ik een tip van gekregen. Eerst een beetje highlighter, setting spray. En als je hoofd nog een beetje nat is, fixing spray, sorry. En als het nog een beetje nat is, highlighter eroverheen, want dan wordt die nog intenser, nog mooier, nog dit dus. En ik ben er super blij mee. En deze was ook volgens mij £12, £13. En ik ben hier zo... Nee, deze was £10 volgens mij. Ja, ik ben hier zo blij mee, echt. I can't. Dit is echt het beste wat me ooit is overkomen gewoon. Dus ja, dat was het alweer. Dat was mijn Londen shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop niet dat jullie last hebben van die wind die jullie nu horen. Ik hoor het in ieder geval wel. Ik weet niet of jullie er last van hebben. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral je duimpje omhoog voor mijn spulletjes. En ja, vergeet ook niet te abonneren hieronder. Hoe meer abonnees, hoe beter, hoe meer mensen mij kunnen zien. En dat is gewoon super leuk. Laat ook even een reactie achter. Vertel ook nog even wat voor video's jullie willen zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!